De veroordeelden in het 8 december strafproces, Ernst Geffry, Stefanus Dendu en Benny Brandenstein, hebben zich vandaag bij de strafinrichting Santa Bomma aangemeld om hun straf uit te zitten. Het tweetal Daisy Boutersen en Iwan Dijksteel hebben zich niet gemeld volgens de oproep van het Openbaar Ministerie. Vandaag hebben tientallen prominenten van de NDP zich verzameld bij het huis van Boutersen. Daar vertelde partijtopper Raben Abrahams dat Boutersen zich niet zal aanmelden om zijn straf van 20 jaar cel uit te zitten. Ik roep u op vandaag. Niet alleen om het hoofd koel te houden, maar goed op te letten wat er de komende dagen gaat gebeuren. Boutersen heeft aangegeven dat hij zich niet gaat aanmelden. Het is een echte revolutionair. Een echte strijder geeft nooit op. En laat zich ook niet vernederen. En dat nu niet, dan niet, nooit niet. Laat dat gezegd zijn. De echtgenote van Boutersen, Ingrid Boutersen, zegt dat ze niet weet waar haar man is. Ook zij vertelde journalisten dat Boutersen zich niet zal melden bij justitie. Ik kan niks doen. Maar dat zal best een beetje hard voor u zijn, of niet? Natuurlijk. Anything is hard. Dit moment is hard. Zijn veroordeling is hard. Maar je moet ermee dealen en je geeft het een plek. Natuurlijk is het hard. En vooral als je merkt dat het zo oneerlijk aan toe is gegaan. Ik vind het wel... Boutersen was gegeven moment... Had hij de macht. Toch? Hij was officieel. Hij kreeg wel geen amnestie, maar anderen wel. Hoe kan het eerlijk zijn, terwijl het wordt aangegeven dat hij nog amnestie heeft? Ja. Advocaat Erwin Kanhaai meldde zich vanmorgen aan met Geffry Brandenstein en Dendu bij de strafinrichting Santa Bomma. Waarom Dijksteel zich niet heeft gemeld is niet bekend. Al deze vier mannen moeten een celstraf van 15 jaar uitzitten.